Zo wie er bijgeliks net goed berekenen hoeveel skeerlijke stoffen er uit de oven komen. Bij de nieuwe vergunning is het alweer goed op water. Er zijn al meer dan 20 rugzaken viertje in de afvaloven, maar deze is nevens Omrimwel de belangrijkste. Wij zijn eigenlijk heel blij dat het standpunt wat wij altijd gehad hebben, dat wij een mooie, schone en veilige installatie hebben, dat die door de Raad van State nu wordt onderschreven. Van zelfs grote teleurstelling bij de tjinstanders van de afvaloven. Ik al kwam deze uitspraak net als een grote verrassing. Hoe het ging op de zitting, geen kritische vragen richting de provincie, richting Omrin. Uitspraak al binnen 4 weken, dat is heel beteerd. Dus ja, wij hadden dit eigenlijk wel verwachten, helaas. Nou, de hoogste rechter van ons land uitspraak die had, is het definitief. Maar voor de provincie, die de vergunning aljoen had, is het nog net voorbij. Het is net clear van de provincie als just dat wij een rol hebben in het tafersjoch. Dat wij echt sjen moeten als echt om die vergunning houden we het troch de rek. Ja, daar begint het. Het begint het werk net, want we dienen het ik al. Maar die rol, die bloot. Als het gaat om de milieuvergunning, is het nou einde verhaal van de tjinstanders. Er rinnen liek wel eens nog orenzaken. Er rint nog een procedure in het wettenskip, maar de hege druklering tussen de afvaloven en de soortfabriek wil op die dik wijzen. En dan wachten we op de uitspraak. En dan ben ik nog heel nieuwsgierig naar. De tjinstanders sjoggen vooruit. Omrin sjogt nog even waarom. Ja, goed, als je terug kijkt, dan hebben wij daar ook leerpunten die we daar uittrekken. En communicatie, dat is het allerbelangrijkste. En we hadden gewoon het gevoel dat met bepaalde groepen mensen, wij gewoon niet in dialoog kwamen. Alles wat wij zeiden werd toch niet geloofd. En nu zie je dat de Raad van State daar toch een uitspraak over doet. Waar wij denken mee verder te kunnen, ook in dialoog met de mensen van Harlingen. Dat vinden we heel belangrijk. De afvaloven draait al een schoft, maar er had nog niet een officiële opening geweest. Ja, daar moeten we met onze aandeelhouders over praten. Hè. Dat is, van een opening kun je al bijna niet meer praten. Het is bijna van zijn eerste jaar dat je zijn verjaardag moet gaan vieren. Want het einde van de maand draait hij 1 jaar.